ik geef je voorbeeld hoe ik jullie klootviolen vind. Dat ben ik aan het aan. Jullie, nou, ik zou je de titel van mij Yes, lieve kijkertjes. Ik zeg wel vaker dat ik in Hartje Amsterdam ben, maar vandaag ben ik echt in het centrum. Ik heb hier afgesproken met levende legende Octaaf Durham, oftewel Okkie. Hij staat algemeen bekend voor zijn grote liefde voor kunst. Ik ga samen met hem en onze ParaTV vriend Go Getter in gesprek. Nu ben je aan, verzichtig dat uit de straat liet tot kleine Okkie in de Jordaan. Okkie is voor Go Getter een soort van mentor, voorbeeld of zelfs vaderfiguur. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen de criminaliteit van toen en van nu? Let's go! Octaaf Durham en Sandro Go Getter. Yes. Als eerste, hoe gaat het met jullie? Ik leef nog, dus ik ben blij genoeg. Ja, zeker. Ja, hetzelfde. Dat boven hem ook. Sommige kijkers zouden misschien denken van een rare combo, maar zo raar is het eigenlijk niet. Jullie kennen elkaar al een hele tijd. Hoe lang kennen jullie elkaar al? Ik denk een jaar of vier of zo. Oké. Okay. 4, 5 jaar. Ja, ja zeker. Ja. En eigenlijk als eerste vraag, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Ja, hetzelfde als mensen posters hebben van Cristiano Ronaldo aan hun muur en op hun telefoon. Had ik het ook van Okkie. Nou ja, tot mijn grote schrik zag ik opeens een pop-up op mijn telefoon komen, Octaaf Durham. Ik dacht, dit is sowieso een grap. Kan niet. Maar hij stuurde jou een berichtje of zo? Nee, hij reageerde gewoon. Oké. Okay. En toen op de dag kwam ik hem tegen. Want hij woonde niet zo ver van mij die tijd, echt 3 straten of zo, wat ik ook niet wist. Toen kwam ik hem tegen bij de snackbar was het. Jij hebt jezelf wel eens kleine Okkie genoemd. Ja. Zag jij toen je zijn clip zag voor deze hier dan ook meteen dingen waarvan je denkt van, dat je jezelf daarin herkent? Of? Nee. Nee? Ik dacht eerst van, je moest eens weten. Als jij dus denkt, je bent kleine Okkie, heb je geen flauw idee waar ik vandaan kom en wat ik heb meegemaakt. Maar ik vond het wel grappig. Toen ik Okkie net leerde kennen, was ik natuurlijk dezelfde idioot die naar me toe komt om te vragen hoe ik dit en dat en zo ergens in moet breken. Ja, hoe ga je daarmee om ook? Iemand die dan, een jongere die vraagt van, ja Okkie, hoe breek ik nou Het grappige is, ze vragen mij de hele tijd op straat van, Okkie, weet je niet wat, ik maak ook mee dat jongens om te komen, ik weet wat, ook ga je mee. En dan, ik moet echt lachen. Tegenwoordig knallen ze alles op internet, ze maken foto's met geld in en die gaat ze hele buurt vertellen, ja, ik heb met Okkie geflikt. Dat gaat allemaal niet. Want die boefjes van tegenwoordig, ja, het is gewoon niet te geloven, jongens. Ze zitten met trekken bakken binnen, ze zitten die met spandoeken van, nou jongens, we hebben gisteren 3 bakken in België binnengetrokken. Maar dat doet Getter ook wel een beetje. Ja, geen tracks praat over met de pak. Nee. Ik heb nog nooit in mijn tracks gezegd over hoeveel geld ik heb verdiend of weet ik voor wat, of hoeveel geld ik nu heb of weet ik voor wat. Maar je hangt er niet aan een spanbord, maar meer van, het is wel out there, je muziek vertel je wel wat je doet. Nee, en zo. Ik kan uit je tracks opmaken wat jij doet. Je kan uit mijn tracks opmaken wat ik doe, maar je kan nooit uit mijn tracks opmaken hoeveel ik ermee heb verdiend of weet ik van wat, ja, of ik koop dit en dat ervan, of ik ben Louis Vuitton drippy. Niet per se jij dan, want je valt best wel mee, maar je haalt gewoon hitte naar je toe. Weet je, van er is niks aan de hand en opeens begint er een te rappen over tot in detail hoe die iemand bij wijze van zijn nagels heeft uitgetrokken. En Patrice steekt partij om mijn naam, en op die shit ben ik apen trots. Stak hem 3 keer dat ze vlees en been, want hem liever dat ze leven vermoord. Marathonen kleur als het heet wordt, maar als het heet wordt, worden schoten gelost. En dan verbaas je als hij naar Pieterbouw moet of zoiets, weet je. Als je denkt, ja, ik weet het niet, maar dat is vanzelfsprekend. Ja. Zeg jij dan tegen hem van, hou eens op met het maken van die muziek? Of nee, helemaal niet. Nee, het is een cultuurding. Nee, tuurlijk niet. Men moet weten wat je doet, men moet weten wat er op straat speelt. Maar alleen als jij zelf het lang wil volhouden, je krijgt vrouwen en kinderen, raad ik je niet aan om de hele dag te gaan rappen over wat je nou precies doet met je homeboys, weet je. Want, ja. Ik weet niet, misschien vinden ze in de stoer in de baas of zoiets, maar ik weet niet, ik snap dat niet. Hoe kijk je überhaupt aan tegen drill? Wat vind je van drill rap en de drill era, toch wel waar Getter echt in zit ook? Ja, nogmaals, ik begrijp dat het is een cultuurding en ik verklaar ze voor gek met die bijlen en alles en dit en dat, maar is hun ding. Mm-hmm. Wat wij vroeger hadden en dan gingen we ook uit en die jongens hadden bijvoorbeeld vuurwapens bij zich en dat je net zo gek. Voor gek verklaard, weet je, maar dat was ook een dingetje. Identificeer je jezelf nog als een driller? Ja, zeker. 1000%. Wat betekent drill voor jou dan? Drill, ja. Voor mij is het begonnen als muziek zelfs, zeg maar. Maar het is niet eens dat ik zo wilde leven of weet ik veel wat allemaal, maar... Ja, het is gewoon, de jongens die hier op straat leven, ze rappen gewoon letterlijk over de dingen die ze meemaken op straat. En hetzelfde als in UK drill. En natuurlijk, hier was al geweld voor UK drill. Hier waren al groepen die ruzie met elkaar hadden voordat er überhaupt drill bestond. Er werd alleen niet over gerappt. En dat er nu gewoon, een soort rap ding komt, dat is wat drill is, maar er is altijd wel geweld geweest onder jongeren. Ik kom uit een generatie van, if it don't make dollars, it don't make sense.
als je erbij zien komt dat je iemand hebt neergeschoten of neergestoken of wat dan ook, ja, dan zit je, wij vinden het voor Jan lul. Ja. Is een split seconde wat het heeft geduurd en je mag er jarenlang over nadenken. Waar wij vroeger vast zaten was de bias was relaxed. De bijna was kamp in vergelijking met nu. De bias is keihard nu. Heel veel achter de deur. De populatie waar je nu mee zit is verschrikkelijk. De jongeren, ik weet niet. Er zit er heel veel in de bias die een lage wal zijn geraakt. Het zijn geen criminelen. Het zijn mensen die... Het zijn geen zware jongens, maar Het zijn mensen die dingen doen wat niet mag. En dat zijn de fuck-ups. Weten geen regels, weten geen codes, er is geen structuur. En het is een puinhoop. Hasje en wiet is goud in die baas, want ze kunnen niet tegen zitten. Ze roken zich helemaal de kleren daar ook. Ja. Vroeger kreeg je ook geen medicatie in de baas, heel makkelijk. Ik heb 5 jaar geleden gezien dat iedereen bijna medicatie kon. Ze komt zo met zijn kar op die afdeling. Iedereen krijgt wat, maar dat kreeg je vroeger niet. Ja, er zitten anderen, die zitten slaappillen te verkopen, want die kan het snuiven, die kan het roken, die wordt high. Die zetten de chemicaliën van de schoonmaakmiddel, hoe heet dat? Spice of wat? Spice, ja. Het is gewoon niet normaal, omdat ze die baas niet meer aan kunnen. En die baas is natuurlijk een grote komedie van het is allemaal stoer en dit en dat. Maar als die deur gaat, ligt 80% ligt de jank achter die deur. En dat zeggen, en want iedereen heeft het beeld van een baas in Nederland dat het een hotel is. Dat komt door dat gedrag. Als jij in de douche tering bent geslagen of je spullen zijn afgepakt en je krijgt je moeder aan de lijn en zegt, hoe is het? Zeg ja goed man, top. Maar als je zegt, je moeder ben net in elkaar geslagen of beroofd, doet je moeder geen half dicht meer. Dus het is een en al komedie daar in dat hok. Hoe ervaarde jij je tijd achter het huis? Schrikken de eerste keer toen ik binnenkwam, man. Ik had een bepaalde grens bereikt dat ik niet meer nadig op een gegeven moment. En toen ik in de baas kwam, werd ik rustiger en begon ik te observeren en ook wat hij zegt naar mensen te kijken, want ik belde hem natuurlijk al vanaf het begin. Dat zag ik dus en toen ging ik op bepaalde dingen letten ook wat hij zei. Ook 18-jarige jongens die binnenkomen en die dan bijvoorbeeld 16 jaar krijgen, weet ik voor wat allemaal, die de kleine stapjes niet hebben meegemaakt. En dan doet het natuurlijk ook pijn om te zien dat jongens van 18 al in de spijs zitten of weet ik voor wat allemaal. En zich helemaal kapot roken en eigenlijk blut raken door de wiet en hars omdat ze de stress niet kunnen handelen. Mm-hmm. En in het begin heb ik heel weinig tot helemaal niet gerookt. Het was er ook gewoon niet, daar niet van. Maar bijvoorbeeld, kijk, ik heb al een aantal keren heb ik op bureau of weet ik wel wat gezeten. Maar stel je voor als jij net 18 bent, je hebt voor het eerst bijvoorbeeld iemand door zijn kop geknald. Je komt vast te zitten. Je komt die eerste 6 weken in beperking. Ik zie nu vrienden van mij, die worden ook opgepakt, maar die hebben ook niet die eerste stapjes meegemaakt. Maar die gaan nu ook een paar jaar naar binnen. Ik vraag me echt af hoe hun het nu in die beperking doen. Want ik heb ze kapot zien gaan, snap je? Kijk, ik ben niet de type die gaat schreeuwen in de ISO of zo, weet je. Maar geloof me, in de nacht wil je ze eigenlijk... Maar je hebt wel teksten over dat het voor jou zwaar was in de isolatie. Van, heb je echt zwaar gehad dat je dacht van, nou ben ik wel heel lang alleen op mezelf dat je daar verdriet voor wordt? Nee, dat heb ik nooit gehad. Je hebt geen enkel moment gedacht van, nou, dan wordt het wel heel zwaar. Nee, zeker niet. Waar ik wel natuurlijk had, ik weet niet of meerdere mensen dat hebben meegemaakt, toen ik iemand had was verloren en in de ISO kwam en weet ik voor wat, dat is gewoon kut. Dan, dat is gewoon kut als je iemand verliest en... Je moet tegen de muur praten, je kan niemand bellen of weet ik veel wat. Ja, dat is gewoon kut. Ja, dan ga je breken inderdaad. En dan heb je ook de uitspraak hoe een moordenaar een dief wordt. Of hoe een dief een moordenaar wordt, sorry. Hoe een dief een moordenaar wordt. Als inbreker begin je heel relaxed. Je pikt eerst een fiets. Dan ga je in een box. Dan ga je een keer een huis in. Dan ga je in een bedrijf in. Je krijgt steeds meer lef. Dan word je een keer betrapt. Je geeft iemand een klap voor zijn bek. Dat heb ik niet gehad. Maar ik ben die stappen aan het aangeven. Ja. Geef iemand een klap, je bent weggekomen, je gaat steeds verder. Totdat die dag komt dat je betrapt wordt en iemand een breekijzer in zijn voorhoofd slaat, is een dood. Dat die dood is. Ja. Hoe een dief een moordenaar wordt. Je wordt steeds erger. En als het geld wat je gewend bent, wat je verdient, niet meer komt, dan ga je alternatieven zoeken. Dus als het niet meer met fraude ging of inbreken, heb je erbij, nou weet je wat? Laten we hem ontvoeren of we schieten hem neer. Je wordt ook verslaafd aan geld op een gegeven moment. Die duivel trekt jou naar steeds meer slecht. Ja. Hoe een dief een moordenaar wordt. Ja, kijk, precies. Als ouders zijnde flip je al dat je kind criminele dingen doet. Maar ouders begrijpen uit welke buurt je komt dat het ontstaat en dat het bestaat. Maar jij maakt mij niet wijs dat er een ouder bestaat die het geen pijn doet dat jouw kind vastzit vermoord. Dat je kind iemand hebt vermoord. Mm-hmm. Want je ziet in die mokromafia wel altijd leuke opnames van hoe het allemaal zit. Maar je hebt nog nooit een opname gezien dat zo'n jongen uit beperking komt en dat zijn ouders bij hem op bezoek komen en dat zijn vader hem de tyfus slaat in die bezoekzaal. Of die jongen die begint te huilen. Of die jongen die weet niet hoe die moet doen omdat hij weet dat de boel is afgesloten, afgelazen wordt. Die dingen zie je niet. Hè. Die dingen heb ik wel gezien. En dat is even een andere kant. De meest wilde jongens worden in de baas vaak heel rustig. Omdat als je wild doet, ze knal je elke keer die ISO in. Of je krijgt strafoverplaatsing. Als jij op een goede plek zit, je komt uit Amsterdam, je ouders zijn in Amsterdam, je vrienden zijn in Amsterdam, je werd geflikt naar Bonkers, je helemaal in fucking Groningen. Dan zeg je, ja, zoek ook, hey, mafkees, zou jij niet een keer normaal doen? En op een gegeven moment
valt het kwartje na een paar jaar. En wie heb ik nou de hele tijd? Mezelf. En dan heb ik de grootste mafkees. Ik word heel rustig. Want op een gegeven moment werkt het wel. Hè. Zie je achter elkaar die ISO intrappen, dan word je flauw van. Nou, je hebt er in ieder geval heel veel verstand van. En die deel je dus ook met de jongere generatie. En GoGetter is niet de enige jonge artiest die jij op een bepaalde manier onder je hoede neemt, heb ik vernomen. Nou, het vervelende van jongeren is, ze luisteren niet. Ze zijn Oost-Indisch. Luistert GoGetter? Weet ik niet. Sommige denk ik wel, sommige dingen denk ik niet. Wat voor dingen heeft Octavia verteld waar je iets aan hebt gehad en waar je, die je echt uitvoert? Concreet. Toen ik hem net leerde kennen en nog heel erg in mijn hoofd zat met het inbreken, weet ik veel wat er normaal en het gereedschap, dit, dat, zo. Oké, bleef me bellen van, hey, wat de fuck ga je nou doen, maar voor 5 mei ga je ergens inbreken, weet ik. En op een gegeven moment bleef je dat zo lang tegen me zeggen dat ik wel iets in me kreeg telkens als ik wat wilde doen van, hey, laat me dit toch maar beter niet doen. En dat heb ik nu nog steeds van, als ik zie dat mensen wat gaan doen, sta ik stil op de achtergrond en dan denk ik eerst na van. Dus dat heb ik wel van hem meegekregen. Nog even over Oki. Je bent natuurlijk algemeen bekend geraakt, denk ik, door de documentaire over schilderijenroof. Mm. Ik heb nou te oren gekomen dat er een nieuwe documentaire, er komen nieuwe dingen aan. Waar hou je op dit moment mee bezig? Ik ben met zoveel podcasten, boeken komen eraan. Ze gaan van mijn verhaal samen met Arthur Brand een serie maken. We zitten bij MGM, dat valt nu onder Amazon Prime. Het komt allemaal, het zou allemaal, zouden al afgelopen zomer filmen, maar doordat Amazon Benelux is gekomen en er zijn kinderziektes en mensen ontslagen, is dat niet doorgaan, maar het komt maar er aan. Komt dus een serie over jouw leven? Zeg maar qua zoiets als Lupin, maar dan beter. Oké. Ja. En dit, dat is jouw fulltime werk, maar dat soort dingen hou jij je bezig? Ja. En ik wil een podcast zelf ook beginnen, de luchtplaats, voor preventief, om jongeren te helpen ook, weet je. Om ouders ook inzicht krijgen, om ze te kunnen uitleggen van waar je van droomt, dat het een bubbel is en dat het een prijs die je moet betalen en die prijs is het vaak niet waard. Ja. Maar dat is ook het voorbeeld over die jongens wat ik zei over die kruidvat. Ja. Mensen doen dingen dat ik denk, als je gaat werken, kan je ook aan het geld komen. Als jij dus een gekke kraad moet doen, je ziet nu jongens die gaan met z'n achter in een winkel en die stelen 20 Canada Goose jassen. Dat pikte ik in mijn eentje, man. Dan kwam ik gewoon met een auto voor de deur, ramde de ramen eruit of maakte de rolluik los. Die sloeg ik in elkaar, had ik 20 jassen in mijn eentje. Ben je daar trots op? Nee, maar ik weet wel wat het verschil is tussen, als ik kom jongens tegen, ja ik ben ook een inbreker, ik zeg ja natuurlijk jongen. Weet je, die ze lopen allemaal, ik weet van mij komt het door internet, het is allemaal van weet je wel wie ik ben en wat ik doe, ik moet daarom lachen, maar ik denk ja, ik weet niet wat je denkt, maar je stelt allemaal niet zoveel voor. En wanneer is in jouw ogen iemand dan wel een zware jongen, in dit moment? Als bijna niemand het weet die je mond weet te houden, en dat zijn er heel weinig. Dan moet ik dan echt denken. Want die moet je voor, geen voorbeeld geven. Ik ken jongen of kon jongens die mensen geliquideerd hebben. Ik garandeer je, als ik een jongen meeneem op pad te gaan die het lef heb om te liquideren, die durft met mij niet mee. Die schijnt in zijn broek hoor. Zo kom, we gaan een geld uit de klem rijden, we klappen even de achterkant eruit met een element. En ik denk, wat dan? Alleen al als je in de auto zit, schijnt in zijn broek. Want het is, een liquidatie is het lastige wat er is. Hè. Het is gewoon net een steen door een raam gooien. Paf, je bent weer weg. Het legt aan moreel. Durf je dat? Of doe je dat? Mm-hmm. Later gaan we zien of je dat aan kan. Dat komt later nog, als je het oud bent. Huh? Als je hier kinderen gaat krijgen, dan komen die demonen als je gaat krijgen. Ja? Ja. Gelooft u daarin? Ik geloof het, ik weet het zo is. Ik ken jongens die daar heel zwaar last van hebben. Wat precies? Nou, je krijgt last van je geweten naarmate je ouder je geweten, krijgt spijt van wat je vroeger hebt geflikt. En als je moorden hebt gepleegd, ik ken je echt waar, grap. Het komt nog die hebben zulke dozen met kalmeringsmiddelen, dat komt niet goed. En heb jij last van de demonen? Nee. Ik heb het schoon geweten. Ja? Ja? Maar je hebt wel dingen gedaan. Ik had het ook met Getter over het inbreken, want jij bent natuurlijk, je was een echt inbreker, je hebt heel veel gedaan. Ik had het met GoGetter over en ik wil geen bonje hoor, maar dat ik het eigenlijk best wel een soort van laffe daad vind om bij iemand in zijn huis te glibberen terwijl iemand slaapt. Dan denk ik van ja, natuurlijk. Hoezo bel je niet aan en zeg je, ik wil jouw shit. Ik heb dat niet ooit gedaan, hè? Bewust bij iemand naar binnen, het is juist wat is gebeurd. Insluipen heet het toch? Dat is weer wat anders. Oh, dat is niet inbreken en insluipen? Inbreken is dat je braak maakt om naar binnen te gaan, inslapen is zonder spoor, dat de deur open is, het raam open. Maar ik doe dat in gebouwen. Ik ben niet met die dingen op huis, dat heb ik ook wel gedaan. 30 jaar terug, maar dan pikte ik Swarovski. Hun gaan naar huis binnen om een auto te pikken of een laptopje. Ik ging naar huis en binnen al die Swarovski-kast leeg en ik had 50 ruggen. Weet je wat ik zeg? Men doet de meest lijpe dingen nu. Het meest lijpe wat ik heb gezien in de afgelopen jaren dan is een paar maanden geleden. Dat een jongen
bij de Beethovenstraat een man beroofd als zijn klok tijdens dat hij aan het eten is. Toen dacht ik, hey, grap. Dat lijkt. Ja, het is toch ongelooflijk? Dat is een business. Ik kijk naar die jongen. Ken jij nou echt niks anders om aan geld te komen dat je dit moet doen? Ja, dus. Dat ik denk van, dan nog zielig voor zo'n jongen ook nog. En anderen denken, wat om een gal. Nee, ik denk van, hoe kom jij zo ver dat je dat doet? Okay. Als je nou iemand wil pakken om een klok te pakken, die het zal een Rolexie zijn geweest, die levert 10 ruggen op. Kan je nou echt niet dat je een auto pikt en je gaat met een distributiecentrum, je rijdt dwars door de muur heen en je haalt op en je snijdt een pelletlot met laptops. En die allemaal wel wat zijn. Heftiger meteen, toch? Dan moet je maar je raadt iemand niet aan en je hebt meer geld en als je gepakt wordt, krijg je ook minder straf. Ik snap het niet, maar ze kunnen het ook niet. Want de jeugd is nu letterlijk te lui om te werken en te stom om te stelen. Die dingen gaan ook niet meer zo makkelijk tegenwoordig. Zeg ik, hè? Zeg ik. Ik zeg jarenlang, het is klaar, grap. Het is inderdaad klaar. Er is geen een van die boefjes als ik hem zou vragen, wat is nou je masterplan? Heb jij nog nooit gehad? Heb je nooit een plan gehad, ik vind een miljoen pak of een paar ton? Nee? Masterplan worden gemaakt. Daar dromen ze van. Maar ze hebben het nooit gedaan en ze hebben ook geen flauw idee hoe ze het zouden moeten doen. Als ik een bank weet waar je naar binnen moet gaan, hoe je het moet doen, dan zeg ik, nou hier heb je het gereedschap, dat is die bank, je moet daar door de muur heen, daar door die deur heen en dat. Ik zeg, hier heb je alles. Kan je niet. Je moet wel skills hebben, weet je. Je moet wel weten hoe je met het materiaal om moet gaan. Nou, je ziet plofkraken gaan, je ziet een halve gebouw kan klappen naar beneden, man. Dan denk ik, wat ben je nou aan het doen, man? En hebben ook geen geld. Ongelooflijk. En daar kijk ik naar van, dat lopen allemaal maar het is allemaal, ik weet, barbapapa actieschap, ik zweer het, ik vind het zulke domme shit. En je kan ook nog woorden krijgen met die gasten, want ze vinden zich even helemaal geweldig, maar ik lig helemaal in een duik. Ja, dat kan ik ook. Het Van Gogh Museum, ik draag je niet uit om het weer te gaan doen, is nog precies hetzelfde als 20 jaar terug. Ga dan. Maar mag ik daar wat over zeggen? Ik heb gezellig aan de dag op dan. Wat moet ik dan met zo'n schilderij? Dan heb ik dat schilderij, wat moet ik er dan mee? Nou, dat is een retorische vraag, maar oké. Nee, maar wat zou je nou aan moeten, jongen? Die jongeren die we hebben, die denken helemaal niet na, man. Het is 90% huiswerk maken en 10% doen. En wat doen we? Nu maken we geen huiswerk. Het is ongelooflijk. Wij hadden nog vroeger dat we jongens rustig hielden, die gaven we geld. Die had geen strafblad. Een meisje die geen strafblad had, hier geld. Hier, hou je rustig, ga naar school. Ik ga eens bij die bank solliciteren. Ga eens op die geldauto zitten, dit en dat. Mm. Niemand van die gasten doet dat. Dat ik denk van, want dat geld wat hun pakken, het is, als hij nou al zijn inbraakjes bij elkaar doet. Alles wat hij gepikt heeft. Doe eens getter. Dat zou ik echt niet weten. Dat heb ik uit één klaasje gepikt bij elkaar. Doe eens dat zo, doe maak even een som. Dus laatst heb ik. Zag het niet. Nee, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben is belangrijk. Dus je bent 3-4 jaar ben je tekeer gegaan. 5 rugjes daar, 10 ruggen daar, dit en dat. Ik heb inbraakjes naar bij banken dat je honderden klaasjes openmaakt. Alles wat hij gedaan heeft, heb ik gepikt uit één zo'n klaasje. Dat zal waarschijnlijk zo zijn, maar... Ik geef je voorbeeld hoe ik jullie klootviolen vind. Dat ben ik aan het aan. Jullie, nou, ik dit zou je de titel van mij, maar en dan moet je voorstellen dat jullie je helemaal geweldig voelen en ik maak... het is maar één klaasje waar ik het over heb, hè. En ik ben 20 jaar tekeer gegaan. En als je dan jongens hebt die naar mij toe komen, ik ben ook een inbreker, dan is toch logisch dat ik ernaar kijk van... Nou ja, als je dat denkt, oké. Maar die denken niet. Het is doen. Oogkleppen op, rode doek. Voep, recht vooruit, maak geen moer uit. Al rijdt je iemand dood. Al vliegt je gabbe de auto uit. Of die raakt zijn pin kwijt. Explosief gaat af in de auto. Het maakt allemaal geen moer uit. Het is rampenplan. Wang in één keer. Bende van ellende. Dat is het allemaal. Hij zegt jullie, maar ik weet het niet over mij heeft. Maar ik praat ook, ik geef je als voorbeeld ook. Als je noemt je eigen kleine Okie, toch? Dus dat leg ik nu ook aan. Dat begrijp ik. Stil is. Dat begrijp ik. Maar tegenwoordig... En als dan iemand gemotiveerd van mij is wat ik doe, heb je geen flauw idee wat ik deed, omdat hoe ik denk. Mm. Dat ben ik aan het uitleggen. Klopt, dat begrijp ik. Want alles wat jij gedaan hebt, als het om geld gaat, heb ik alleen maar met het kleine dingetje. Ik denk dat we nog uren en uren door kunnen praten. Mm. Is er nog iets wat je wil zeggen, Getter? Stay safe. Ja? Wat we ook iets zeggen, dan ga ik daarop reageren. Dat is wel mooi. Stay safe, zei je dat nou? Ja. Dat is het laatste dingetje. Wat mijn ding is om te zeggen, bedoel je dat? Nee, ik wil gewoon op jou. Ik heb nog ook wel wat dingen ik wil zeggen, maar wat ik vooral eigenlijk ook wil zeggen van... voor jou, haal je hier iets uit, zeg je van hoe ga je verder vanaf nu? Hoe ga ik verder vanaf nu? Voor de fans ook, je bent net vrij, komt er meer muziek, waar ga je op focussen? Komt zeker meer muziek.
kom zeker met muziek, maar wat fans ook moeten begrijpen is dat bepaalde dingen waar ik het over heb nog steeds accuraat zijn. En dat ik daarom niet zo consistent altijd kan zijn met mijn muziek, maar er komt zeker veel muziek aan. Shows ook. Gaat Getter zijn leven beteren? Jawel. Oh, jawel. Je hoort het ook niet. Ja, ik probeer mijn leven altijd te beteren. En heb jij nog tips voor, er zijn natuurlijk rappende jongeren waar je dan makkelijker mee in contact komt. Maar ik denk ook dat zeker het publiek van Pirate TV, dat er veel jongeren thuis zitten die in een vergelijkende situatie Go-Getter zitten. Maar die dan nog iets een stukje tegen hebben dat ze dan misschien niet eens muzikaal zijn of ander talent hebben. Wat zou je tegen de kijkende jongeren zeggen die in dezelfde situatie zitten? Stay away from the bullshit is and keep your head up to face the fuckers. Zo. Daar gaan we weer, top, top. Het is een mooie wat hij zegt inderdaad, joh. Oké, ik vond het bias. Ik vond het hartstikke mooi om met jullie te spreken. Top. Okie bedankt, Getter bedankt en ik denk dat we zeker nog een keer rondom de tafel moeten zitten. Poes. Poes. Gezellig. Jongens, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Je kent het wel, like, abonneren en dat soort dingetjes. We out! Poes.